Hoi allemaal en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video, want ik heb weer een DIY voor jullie. Op de achtergrond zie je het al een beetje, het zijn namelijk deze letters. Ik heb er twee versies van gemaakt, de eerste is dus met Be Kind, wees aardig. En de ander is voor kerst en ik vind het zelf echt heel erg leuk geworden. Vooral omdat het goud echt perfect bij mijn roze muur past. En gewoon de fairy lights erbij, dat maakt het gewoon helemaal af. En het geeft een beetje het gevoel van de neon lights. Maar ja, ik heb dit dus gemaakt met touw. Ik heb dit touw bij de Action gehaald. En deze was 90 cent. En hiermee kan je wel 3 à 4 van dit soort dingen maken. En je kan natuurlijk ook dik touw gebruiken, want ik heb hier wat dunner touw. Maar met het dikke touw zijn teksten heel erg moeilijk. Dus dan zou ik eerder gaan voor een ster, een hartje, een mondje, dat soort dingen. Laten we maar beginnen met de video. En veel kijkplezier! De benodigdheden zijn bakpapier, schilderstape, touw, je kan zelf kiezen dik of dun, een lijmpistool, vloeibare lijm en kwastjes. Later gaan we ook nog spraypaint gebruiken en deze fairy lights. Nou, laten we dan maar snel gaan beginnen. Ik heb hier het dunne touw gekozen omdat ik zelf dit net wat makkelijker vind werken. Maar als je vormpjes gaat doen, dan is het dikke touw mooier. Nou, ik heb de tekst gekozen Be Kind, dat betekent wees lief. En ja, je kan natuurlijk elke tekst of woord doen die je zelf wilt. Van je favoriete artiest, een liedje, je eigen naam. Je kan kiezen wat jij wilt. Ik ben dus gegaan voor Be Kind. Dus natuurlijk begin ik met de B. Nou, ik ga het dus vormen op de manier dat ik het wil. En elke keer als die vastgezet moet worden, gebruik ik daarvoor de lijmpistool. Of ik gebruik schilderstape. Nou, als het tegen elkaar moet, dus twee stukken touw tegen elkaar, dan gebruik ik de lijmpistool. Maar anders gebruik ik de schilderstape, want we kunnen het later altijd nog aan elkaar gaan maken. Hier ben ik bij de K en ik probeer wel een beetje ruimte tussen de E en de K te hebben, omdat het natuurlijk een zin is en geen woord. Heb je soms moeite met een letter, schrijf die dan even uit, want dan weet je precies hoe je de vorm moet maken. En zelf vond ik dat een beetje moeilijk bij de D, maar uiteindelijk is dat gelukt nadat ik het dus heb geschreven. Zo is het dan geworden en dan is het nu tijd om de vloeibare lijm erbij te pakken. Nou, ik doe een beetje vloeibare lijm in het bakje en dat mix ik met evenveel water. Maar het moet niet te dun worden, maar ook weer niet te dik. En dan ga ik er met een kwastje overheen. En dit zorgt ervoor dat het wat harder wordt. Want nu is het touw heel erg buigzaam. En door dit wordt het wat harder. Dus als het opdroogt, dan is het minder beweegbaar. En dat moeten we juist creëren, want anders zijn de letters zo weer weg. Zodra het al een beetje opgedroogd is, kan je al wat tapejes weghalen. En dan laat je het even een nachtje drogen. Ik ga er nog één maken. En omdat het binnenkort alweer kerst is, dacht ik, nou, dan doe ik iets in het thema met kerst. Dus ik heb de zin ho ho ho. Dus gewoon h-o, h-o, h-o. Dus dat is best wel simpel eigenlijk. Dus hier zie je dat ik de h en de o maak. En wat ik al zei eerder, schrijf het eerst even uit. Dat is echt een hele handige tip. Want zo weet je hoe je het moet gaan vormen. Want soms dan wist ik het zelf ook niet meer, maar daardoor dus wel. Het hoeft ook helemaal niet perfect en precies te zijn, want als je normaal iets schrijft dan is het ook niet helemaal perfect. En eigenlijk wil je een soort van handwritten effect krijgen, want dat maakt het zo leuk. Hij is nu af en we kunnen weer met de vloeibare lijm eroverheen gaan. Je kan hier natuurlijk ook Mod Podge voor gebruiken.
Nou, dit vind ik misschien wel het leukste gedeelte, namelijk het inspuiten van de letters. Ik heb hier metallic zilveren spuitverf van de Action. En daar ga ik mee overheen, over de letters heen. En ik vind het effect heel erg cool. Het heeft echt zo'n metallic effect. Je kan hierbij ook natuurlijk elke kleur gebruiken die jij wilt. Zelf vind ik het goud en zilver zo leuk, omdat het echt zo'n metallic achtig is. En dat doet me ook meer denken aan een neon light. En dit is dan het eindresultaat. Natuurlijk, dit hoeft niet per se, maar ga ik fairy lights toevoegen. Ik ben dol op fairy lights. Dus die ga ik er omheen wikkelen. En dan krijg je nog meer het effect van zo'n neon light. En dan ben je klaar. Dit is het uitresultaat en ik vind het echt heel erg leuk geworden. Je kan het neerzetten. Maar je kan het ook gewoon ophangen. Nou, dit was dan de video. Hopelijk vonden jullie het leuk. Doe dan een duimpje omhoog. En als je het gaat namaken, zet het dan even op Instagram en tag mij daarin. Dan ga ik het zeker liken. Nou, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg! Muah!